Dit onderwerp verwacht ik. De heer Sneller, D66. En de term Stasi-secretaris, om een bewindspersoon aan te spreken? Nou, ik vond het wel speels. Ik had hem zelf verzonnen kunnen hebben. De heer Sneller. Ja, en dat is misschien ook precies het probleem wat ik heb met de beantwoording van de heer Bosma. Omdat het ook gaat over de geloofwaardigheid van het inderdaad willen bevorderen van die goede omgangsvormen. En ik heb in eerste termijn daar wat retorische vragen over gesteld. Maar ik mis ook hier toch wel de reflectie op inderdaad wel zorgen dat het netjes blijft en dat soort dingen. En tegelijkertijd zelf als speler in dat veld steeds de grenzen opzoeken en daar toch ook vaak overheen gaan. En nou noemt hij zelf die natievergelijkingen die hij niet vindt kunnen, terwijl hij daar toch ook wel uit vist. Meneer Bosma. Daar ben ik mij niet van bewust. Ik heb vaak het punt gemaakt dat natievergelijkingen niet kunnen. Daar vis ik ook niet uit. Zijn er heel veel dingen, ja, dingen die niet kunnen bijvoorbeeld. Dat is altijd moeilijk, hè. Maar wat me te binnen schiet is bijvoorbeeld dat er gesproken werd over de heer Van Dissel. Coronadebat wat ik mocht voorzitten. Nou, toen kwam er iemand uit de zaal en zei van ja, het zou eigenlijk niet zo moeten zijn dat je zijn naam mag noemen. Nou, ik heb gezegd, nee, je mag die naam best noemen, want hij speelt een rol in een belangrijk dossier. Maar vervolgens werd over de goede man gezegd, hij is corrupt. En toen heb ik gezegd, nee, ho, dat kan echt niet. Je mag iemand noemen, je mag ook iemand bekritiseren, je mag zeggen iemand heeft een verkeerde beslissing nemen. Maar iemand corrupt noemen of breder gesteld aan iemand integriteit twijfelen, dat mag niet. Nou, dat is zo'n grens. En u heeft het reglement van orde net gepakt. Daar staan begrippen in, de waardigheid van het debat, respect, et cetera. Ja, dat is een caoutchouc-artikel wat openstaat voor interpretatie. Maar ja, ik denk dat ik al die keren dat ik op de stoel heb gezeten, daar redelijk scherp op heb gevaren. Dat is al dit punt, de heer Sneller. Dat denk ik ook. En daarom heb ik in mijn termijn ook dat duidelijke onderscheid aangebracht tussen de heer Bosma als technisch voorzitter, waarin die inderdaad denk ik fair is en onpartijdig. Maar heb ik ook wel benadrukt dat het belangrijk is dat de Kamervoorzitter ook een voorbeeldfunctie heeft en ook die doorleeft. En dat is waar ik de heer Bosma vraag op te reflecteren. Zijn eigen track record hier als Kamerlid en het opzoeken van die grenzen en het vaak overschrijden van de grens van het betamelijke. En vervolgens wel hier zometeen in die stoel willen zitten, maar ook als boegbeeld van deze Kamer willen functioneren, om ook die omgangsvormen helder te houden en netjes te houden. Ja, maar ja, dat zijn natuurlijk twee verschillende rollen. Hè? Dus je bent als... Kijk, als je aan sport doet, je voetbalt bijvoorbeeld. En je wordt gevraagd om een wedstrijd te fluiten. Zijn dat twee verschillende dingen. Ik denk dat als Danny Makkely, een bekende voetbalscheidsrechter, zelf voetbalt, dat hij af en toe ook hands maakt. Ik heb regelmatig, maar dat moet u maar niet verder vertellen, bij de interruptiemicrofoon ook niet via de voorzitter gesproken. Terwijl als ik bij wijze van spreken 10 minuten later op die voorzittersstoel zat, zei ik, ho, wilt u via de voorzitter spreken? Dat was een slordigheid van mij, ik had het wel moeten doen. Maar zo botsen die twee rollen wel. Het zijn twee verschillende rollen. En ja, soms gaat dat makkelijker dan een andere keer. Ik had eigenlijk al tot slot gezegd, maar dan is echt, want de heer Ergen staat ook nog klaar. Maar ik geef u echt kort, zonder lange introductie. De heer Bosma ziet geen enkel probleem met de geloofwaardigheid van zijn eigen track record combineren met zometeen dat ambt van Kamervoorzitter bezetten. Nee. Dat is een helder antwoord.